De meeste vrouwen die enige vorm van partnergeweld ervaren, bieden weerstand als copingstrategie. Dit is een van de conclusies die student Ravina Bihari van de masteropleiding Research Methods bij het IGSR trok uit haar thesisonderzoek Copingstrategieën bij partnergeweld. Strategieën die mensen gebruiken bij stress of trauma om pijnlijke of moeilijke emoties te helpen beheersen, worden copingstrategieën genoemd. Een van de drie vrouwen in Suriname, maar ook in de wereld, ervaart eens in haar leven partnergeweld. Bihari geeft aan dat hoewel 73% van de respondenten van het onderzoek weerstand bieden, er ook andere copingstrategieën zijn waarnaar vrouwen grijpen. Private copingstrategieën worden meer gebruikt dan de publieke copingstrategieën. Weerstandbiedend, veiligheidsplanning, die beginnen al. Private coping te zijn, formeel juridisch gaat meer richting informeel, publieke coping. Eerder onderzoeken hebben ook geconcludeerd dat private copingstrategieën het minst effectief zijn. Dit kan ook dus dat zijn, het geval zijn waarom in Suriname het geval van aantal IPG zo hoog is. Mensen, de slachtoffers, gebruiken copingstrategieën die helaas niet zo effectief zijn. Vrouwelijke slachtoffers van IPG gebruiken meerdere copingstrategieën om het geweld te laten stoppen. Echter zijn de copingstrategieën niet altijd publiekelijk en ook niet altijd effectief. Die hoge percentages hier, 63% die hoge percentages geven aan dat slachtoffers meerdere copingstrategieën gebruiken. Bihari zegt ook dat genderstructuren in de samenleving intiem partnergeweld en geweld tegen de vrouw zodanig hebben genormaliseerd dat mensen het niet meer nodig vinden om over het gebeuren te praten. Er gaat gezegd worden, ja, hij is je man, hij mag je soms wel slaan. Het prefereren van private copingstrategieën kan worden verklaard door de ongelijke genderverhoudingen in de samenleving. Er is een positieve onderlinge correlatie tussen weerstandbiedende coping en veiligheidsplanning, informeel coping en formeel juridische coping. Dat wil zeggen, als een vrouwelijke slachtoffer gebruik maakt van een van deze vier copingstrategieën, een grote kans maakt op het toepassen van andere drie copingstrategieën. Dus van, als die gebruik maakt van weerstand, is de kans ook groot dat die gebruik maakt van veiligheidsplanning, informeel en formeel juridisch. Maar juist een kleiner kans op het toepassen van verschillende coping, omdat die weer een beetje tegenovergesteld is. Bihari benadrukt dat wanneer vrouwen ervoor kiezen een verzoenende copingstrategie te gebruiken in een situatie van partnergeweld, de kans klein is dat ze andere copingstrategieën gebruikt.